Een man uit Putten die heeft op Facebook een alarmerend bericht gezet. Want Henk uit Putten die is zich helemaal rotgeschrokken afgelopen dinsdag toen hij thuis kwam van vakantie. Hij trof een enorme ravage aan in zijn bijkeuken. En de kluis die daar ingebouwd was in de muur, die was er helemaal uitgetrokken. Nou lagen daar hele kostbare spullen in, heel veel geld. Maar Henk schrijft op Facebook, dat interesseert me eigenlijk allemaal niet. Want in die kluis lag ook een harddisk en USB-sticks met daarop foto's van zijn overleden dochtertje Sophie. Het meisje is 2 jaar geleden overleden. En Henk wil kosten wat kost die foto's en die filmpjes natuurlijk terug hebben. Dan denk je, je legt het in je kluis, het ligt veilig. En hij doet dus een ultieme oproep aan die dieven van ja, breng het terug op de een of andere manier.